Wij zijn Heelal BV en Heelal BV is een handelshuis voor fantasie en troost. Wij ontwikkelen en produceren interactief werk van theatermakers en kunstenaars, dus spellen, workshops, performances. En met dat werk zoeken wij verbindingen met andere sectoren. Plekken eigenlijk zoals commerciële bedrijven, maar ook publieke sector, denk aan de gemeente, politie, belastingdienst. Er wordt fantastisch werk gemaakt in de culturele sector. Maar er is eigenlijk nog geen structuur waarmee dat werk verbindingen aan kan gaan met alle hoeken van de samenleving. En het is echt een missie van Heelal BV om kunst en kunstenaars de centrale plek in de samenleving te geven die het wat ons betreft verdient. Ik vind het heel leuk om met diverse soorten mensen om te gaan. Dus ik wil ook dat die projecten van ons op diverse plekken staan. Maar daarbij wil ik ook dat mensen samen iets kwalitatiefs kunnen beleven. Een voorbeeld daarvan is Stranger, dat is een interactief spel en dat gaat over voordelen en eerste indrukken. En na afloop hoorden we van de deelnemers dat zij eigenlijk zoveel inzicht hebben gekregen, maar juist door iets te ervaren, dat het voor hen heel blijvend een verandering teweeg brengt. En ook later nog hoorden we terug dat mensen anders zijn gaan nadenken over hoe ze naar andere mensen kijken die ze voor het eerst zien. We hebben een groot netwerk in de culturele sector, maar eigenlijk niet zo in de publieke sector, de commerciële sector. En daar willen we eigenlijk de verbindingen leggen en dat is gewoon nog best moeilijk. Ik denk dat ARDUP heel belangrijk is voor innovatie in de sector. En ook voor mensen die innovatief in de sector willen zijn om samen te kunnen komen en elkaar te ontmoeten. Eigenlijk hebben we van ARDUP heel veel tools en gereedschap gekregen om zelfstandig ons bedrijf verder te kunnen voeren. Ons hele bedrijfsmodel is doorgelicht, onze organisatie, team. Hoe functioneert dat allemaal? En daar, die tools hebben enorm geholpen om grote stappen te zetten. Onze droom voor de toekomst is dat Heelal BV een steeds groter productiehuis wordt met betrokken makers en verbindingen met allerlei verschillende sectoren. Ja, waardoor eigenlijk zoveel mogelijk mensen met hun werk in aanraking komen.